meewerkt. Ja. We zijn bij Hockeyclub Amsterdam en hier gaat het allemaal gebeuren. We hebben ook weer allebei een super topper geregeld. Wie is jouw topper? Casper van Dijk. Je bent waarschijnlijk ondenkbaar. Nee, helemaal niet, want die van mij zit in het Nederlands team. En dat is Lauren Stam. In dit geval, misschien handig als ik die even meeneem. Nou, ik zie je zo. Hallo. Welkom dat je er bent. Dankjewel. Jij gaat ons vandaag in een soort van snelcursus hockey geven. Waar gaan we mee beginnen? Dribbelen, bestik aan de bal en daarna gaan we een beetje afronden op goal. Dan moeten we een van jullie even een keeperkleding aandoen. Heb jij ooit wat eerder gehockeyd? Nee. Ruben ook nog nooit gehockeyd? Nee. Deze twee meiden zitten op hockey. En jullie gaan het vandaag leren. Jullie zijn na vandaag gewoon echte hockeyers. Twee mannen in huis die kunnen hockeyen. We beginnen met hoe hou je je hockeystick vast? Vertel. Ja. Dit is de platte kant en dit is de bolle kant. En deze mag je alleen maar gebruiken om de bal mee te spelen. Je hebt je linkerhand aan het einde van je stick. Ja. En je rechterhand een beetje onderaan je grip. Ja, en dan heb je in ieder geval de goede grip om de dribbel te gaan doen. En daar gaan we mee beginnen. Dus je begint met de bal. En je gaat zo slalom, maar je mag alleen met de platte kant. Alleen met de platte kant. Ja, kijk. Ja, kijk, die heeft vaker gedaan. Mooi. Wow. En schieten. Goed zo. En push, hou je handen zo uit elkaar. Maar bij een flats hou je handen bij elkaar. En dan heb je eigenlijk je stick helemaal recht. Zorg dat de bal eigenlijk aan jouw rechterkant is. En dan kan je gewoon erin stappen. En dan gaat die standaard rechtdoor. Ja, goed zo. Jullie leren wel snel. Ja, lekker. Geboren keeper. Naast dat we heel goed moeten pasen naar elkaar, moeten we natuurlijk ook de jongens wel een beetje uitdollen. Zullen we dat een beetje gaan trainen nu? Ja. Je doet alsof je naar links gaat, maar je gaat er rechts langs. Langs de pion. En je schiet op de goal. Goed zo. En dan toch naar de rechterkant. En dan op de goal. Nou, goed. Heel goed. Goed zo. Heel mooi. En dan scoren. Ja. Lekker. En weg die bal. Wegschieten. Goed zo. Mooie actie. Lekker hoor. Ja. Oh. We moeten samen een verdeling gaan maken, Lauren. Ja. Wie gaat keepen? Jullie willen volgens mij allemaal hockey, hè? Ja. Dus hoe gaan we dat oplossen? Dina is ook best wel lenig. Heel lenig. Kan helemaal zo. Oh, kijk, dat is heel handig. Want je moet als keeper echt helemaal zo kunnen uitstrekken en zo. Ja, doe eens de split, doe eens de split. Ja, zo. Wow. Zo. Kijk, zo. Nou, zo heb je het hele doel. Kom op, high five. Oké, allemaal high five. Grote finale. Ja, en Casper, hoe gaan we die spelen? We gaan twee helften spelen van 3 minuten. Ja. Tussendoor een kleine time-out. Het team dat het meeste scoort, die wint deze battle. Lijkt me gezellig. Man, hebben we er zin in? Ja! Ja! Dan gaan we winnen! Ja! Allereerst natuurlijk, geniet ervan. Maak veel plezier met elkaar. Probeer verdedigend gewoon heel veel laag te zitten en meteen die bal weg naar voren, oké? Okay? Hard werken en dan gaan we de jongens gewoon verslaan. Heel veel succes, mannen. Dank je. Ja. Jongens, klaar? Ben je klaar? Ja! Kom op, meiden! Okay, ja! Goeie bal! Gaan we druk naar voren! Ja, ja! Oh. Ja, goed gedaan! Ja! Weg!
We staan 1 punt achter. Die kunnen we makkelijk sowieso nog 1 keer gelijk maken en daarna eroverheen. We moeten goed die goal gaan verdedigen, hè? Ja. Maar ook alsnog gewoon doorgaan om nog een extra goal te maken. Ja. Dan staan we 3-1 voor, dat is ook lekker. Nog 1 helft, kom op. Jullie kunnen het. Ja. Hebben we er vertrouwen in? Ja. Goed zo. Okay, super. Lekker, jongens. Ja, neem hem, maak hem. Ja, Duco. Ja. Op Finn, druk! Op Finn! Wat is dit nou? Goed je best gedaan, jongens. We gaan de meiden even feliciteren, kom, dan gaan we even een dames doen. Gefeliciteerd. Volgende week weer een nieuwe bedroom en dan hopen dat de mannen weer binnen. Nee! Tot volgende week. Doei!